Wie op de fiets stapt, zal ze geregeld tegenkomen. Fietspaaltjes. En die zijn gevaarlijk. Ja, Esther, hier gaat het dus om. Ja, dit zijn ze. Als je hier met je trapper tegenaan komt, word je of gelanceerd of je valt. Jaarlijks belanden zo'n 2500 mensen op de spoedeisende hulp nadat ze op een fietspaaltje zijn gebotst. En 1500 van hen raken zelfs zo ernstig gewond dat ze er blijvende gevolgen aan overhouden. De paaltjes zijn ooit bedoeld om auto's van fietspaden te weren, maar het middel is inmiddels erger dan de kwaal, vindt de Fietsersbond. En als fietser zelf beter opletten, daar ligt de oplossing ook niet, vindt de bond. Het is hier nu niet zo druk omdat het zomervakantie is, maar als het hier hartstikke druk is, dan rijdt er iemand voor jou. Die ziet het paaltje wel, maar de volgende die dan komt, die is de sjaak. Moeten ze dan allemaal maar weg? De voorbijrijdende fietsers in Hoogland zijn verdeeld. Ze mogen van mij weg, maar ze mogen ook blijven staan, dus. Ja? Ja, want ik let erop. Ja, van mij mogen ze ook wel weg. Ze zullen er staan voor de reden. De ene veiligheid voor het andere, ja, ik weet het niet. Keuze vind ik lastig. Maar de Fietsersbond is er wel over uit. Ze moeten allemaal weg? Ze moeten zoveel mogelijk weg waar ze onnodig zijn. En daar waar ze na een goede afweging wel nodig zijn, moeten ze zo ontworpen zijn dat je ze op tijd ziet. En dat ze zo meebewegen dat de impact van de botsing zo klein mogelijk is.